Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe Top 5 Plays of the Week hier op mijn kanaal Jurassic Game. We zijn vandaag aangebroken bij week nummer 15 en voordat deze week gaat beginnen wil ik jullie gewoon weer eventjes bedanken voor het support op de vorige week. Vorige week hebben we namelijk gewoon meer dan 1500 duimpjes omhoog gehaald. Als we dat deze week weer kunnen halen ben ik weer ontzettend blij. Sowieso moeten we gewoon de 1000 likes behalen als jullie volgende week gewoon weer een nieuw deel van deze Top 5 Plays online wil hebben. Maar we gaan snel even kijken naar nummer 5, want op nummer 5 staat Dutch Game Army. Dutch Game Army krijgt hier een 5-man kill met zijn small. Natuurlijk speelt hij op de map grind en op de map grind gaat altijd dat hele enemy team in één keer naar de B-vlag, pak ze allemaal de B-vlag en als jij er dus staat met je small dan kan je gewoon een 5-man kill krijgen, zoals Dutch Game Army hier ook kreeg, verdiende 5e plek. Maar dan gaan we snel door naar de 4e plek, want op de 4e plek staat Dutch Legend BE. Ik snap zijn naam zelf niet helemaal precies, want hij is Dutch, maar hij heeft ook weer BE erin en Dutch is Nederland, BE is België, maar dat maakt verder natuurlijk helemaal niks uit, want hij krijgt hier super veel tomahawk kills in sticks en stones, waardoor hij iedereen humilieert. Hij blijft maar rondrennen met zijn tomahawk of zowel zijn combat axe en hij krijgt iedereen, hij stukt iedereen en volgens mij kreeg hij in totaal 6-man stuk achter elkaar. En daardoor staat hij nu gewoon ook op de eerste plaats in de Sticks and Stones game. Ook gewoon weer een verdiende 4e plek. En dan gaan we vandaag door naar de allereerste bonusclip. We hebben deze week namelijk ook gewoon weer 2 bonusclips. Want de allereerste bonusclip is van Wekker. Wekker die speelt hier All or Nothing op Modern Warfare 3. Hij spint hier in 1080 en opeens krijgt hij een kill met zijn throwing knife. Ik weet niet hoe hij hem kreeg, maar hij zat gewoon rond te draaien. Hij werd genijfd, gooide hij alsnog gewoon zijn throwing knife. En kreeg hij er ook nog gewoon een keertje zijn kill mee. Je ziet hem hier nog een keer in de game final killcam. En hij gooit hier een recht in zijn hiel. Of in zijn grote teen, weet ik veel. Misschien is zijn grote teen wel vast aan zijn hiel dat het een raar persoon is. Maar daarom staat hij op de bonusclip, omdat het gewoon echt een random tos was. Maar dan gaan we door naar de nummer 3 spot. Want op de nummer 3 spot staat deze week 2 verschillende personen. Als eerste Jens on Bas. En hij pakt hier zijn DSR met zijn mooie diamond camo. 4 kill. Hij krijgt gewoon een dikke quad kill. Natuurlijk is het spawn trap, dus alsnog staat hij op de 3e plek. Maar gewoon een quad kill. En hier staat Bite Justice natuurlijk weer. Krijgt hij aan het begin een triple kill. Solo kill, mist daarna 1 kogel. En krijgt daarna gewoon nog een killetje erbij. Ook voor de 5-man feat. En volgens mij ook nog een wallbang erbij voor de 6-man feat. Dus gewoon als eerst een quad met een single kill erachter. En daarna nog eens een 6-man feat van Bite Justice natuurlijk. Ook gewoon weer een verdiende 3e plek. En ik moet stoppen met dat verdiende 3e plek, 4e plek zeggen. Want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar anyway, dan gaan we door naar de nummer 2 spot. Want op de nummer 2 spot staat de Rups Clan. Rups Clan die draait hij 2 rondjes. Het allereerste rondje draait hij rond met de FAJ launcher. Tweede rondje draait hij rond met de DSR. En ik ga jullie gewoon even laten luisteren naar de reacties. Let wel op, zet je geluid ietsje zachter, want ze schreeuwen echt gewoon keihard in je oren. Dus succes met het luisteren naar deze reactie, jongens. Tot zo. Oh, 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 oh. Holy shit jongens, mijn oren deden er zelfs pijn van, maar anyway, ze reageerden echt gewoon epic, daarom moest ik hem gewoon inverwerken, ze schreeuwden echt keihard. Maar dan gaan we door naar de tweede bonusclip, want de tweede bonusclip is van Hugo van der Woerd. Hij wordt hier random gehit door een throwing knife die op het flatgebouw jumpt, daarna komt hij gewoon recht tegen zijn kop aan en gaat hij natuurlijk dood. Prachtige bonusclip, maar dan gaan we door naar de nummer 1 spot, want de nummer 1 spot is deze week van Mr. Sander 9. Mr. Sander 9 die speelt hier League Play 4 tegen 4 en hij speelt Hardpoint. Hij weet dat de volgende Hardpoint voor hem komt te zitten bij de tempo, alleen hij dacht: als ik ze nu van voren ga pakken, dan lukt het niet. Hij klimt dus door het raampje heen. En hij ziet ook dat zijn team aan het verliezen is. Hij moet nog 26 punten goedmaken met nog maar 35 seconden op de klok. Hij moet nu iedereen pakken. Pak deze vent af met zijn jumpshotje. MSMC, Extended Max en Quick Draw erbij. Ziet hij ze in de lucht aankomen. Ontwijkt hij. Worden zijn team aangekild. Springt hij op de hardpoint om zo snel mogelijk die punten binnen te krijgen. Hij heeft bijna zijn scorestreak. Hij hoeft nog maar 2 kills te maken. Heeft hij zijn scorestreak. Pakt hier 3-man kill. Heeft hij 2 scorestreaks binnen. Gooit hij daarna als eerste gewoon zijn leidingstrijk. Krijgt ermee nog een quad kill. Moet hij hardpoint verdedigen om dit game nog te kunnen winnen. Ze staan op het moment nog steeds 10 punten achter. Ze hebben gewoon die punten nodig. Ze moeten snel gaan. Hij roept die daarna nog eens een Hellstorm missen op. Krijgt dan maar 1 kill mee. Maar dat maakt niet uit. Want ze gaan misschien wel het potje winnen. En dan pakt hij die fan natuurlijk ook of Mr. Sander 9. Blijft hij nog eventjes op de hardpoint staan. Krijgt er nog 1 kill mee met zijn MSMC. En ze hebben gewoon het potje gewonnen met maar 1 punt verschil, jongens. Dit was echt gewoon een epic play. Echt gewoon een epic win van die Mr. Sander 9. Dus Mr. Sander 9, echt een verdiende eerste plek, jongens. Maar Top 5 Plays zit er hier alweer op, jongens. Mocht je dit weekje nou leuk hebben gevonden, geef hem dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Want bij de 1000 likes ga ik natuurlijk volgende week gewoon weer een nieuw deel uploaden. Mocht je nou zelf gewoon je eigen clips willen insturen, kan dat natuurlijk gewoon. Want je moet als eerst gewoon je epic clip halen op Black Ops 2, op Black Ops 1, op Modern Warfare 3, op Call of Duty 4, op Call of Duty 5. Het maakt geen ene reet uit welke Call of Duty ook maar speelt. Het kan ook gewoon een epic clip zijn van Battlefield. Dus stuur hem zeker op. En neem hem als je hem hebt gehaald natuurlijk gewoon eventjes op via Elgato Game Capture, Dazzle Game Capture, HD PVR. En op het moment dat je hem hebt opgenomen, moet je hem uploaden naar YouTube als verborgen. En mij daarna een message sturen via YouTube met het onderwerp Top 5 Players of the Week. En daarin de link verwerkt naar jouw verborgen video. En mocht
het nou niet werken, mocht het nou niet lukken om mijn PM-message te sturen, kan je ook een tijdje Epic Clip opsturen naar het e-mailadres jaraskigaming@hotmail.com. Onderwerp Top 5 Players of the Week, de link erin verwerkt en dan bekijk ik hem. Ik stuur je een message terug, waarschijnlijk op vrijdagavond. En jongens, allemaal bedankt voor het kijken naar week nummer 15 van Top 5 Players of the Week. Vergeet hem alsjeblieft niet te liken en tot de volgende keer jongens. Bye bye.